Succesvol Transformeren 2 hebben georganiseerd omdat Succesvol Transformeren 1 een groot succes was. Toen stonden we stil bij de werking van ons eigen brein. Maar we hebben gezien dat voor een succesvolle transformatie je niet alleen naar jezelf moet kijken, naar je eigen brein, wat kun je zelf veranderen, maar ook afhankelijk bent van wat er in de wereld om je heen gebeurt aan digitale transformaties. Als er iets is wat we onze gasten zouden mee willen geven, is dat inspiratie en kennis. Kennis, omdat dat is wat ze weer mee kunnen nemen in de doorvertaling naar hun eigen organisaties. En inspiraties, omdat we denken dat je ook goede energie moet krijgen als je hier weggaat. En dat ook mee kunt nemen. En niet alleen elke stoel is bezet, maar ook de trap is bezet. En dat zet ons ook wel aan het denken van misschien moeten we dit niet 1 of 2 keer per jaar doen. Maar misschien is het ook wel aan ons in de transformatie van hoe wij georganiseerd en onze dienstverlening laten zien. Dat we dit gewoon veel vaker doen. Misschien kleiner of anders. Maar het inspireren op inhoud en het expertschap, ja, dat vinden we leuk. En de doelgroep ook.